De teams van basisscholen Sint Lambertus en het Lover in Asten hielden op woensdag 6 november de actiedag Onderwijs op zijn kop. Het onderwijs zit in zwaar weer. Bij het onderwijspersoneel zakt de moed in de schoenen door de houding van de politiek. Daarom deze actiedag. De staking wordt natuurlijk overal een beetje anders aangepakt. Wat doen jullie nou precies? Nou, wij gaan juist niet staken. Wij voeren wel actie voor een beter, allerlei betere omstandigheden in het onderwijs. En het gaat stukken verder dan alleen een beter salaris. Hè. Het gaat ook echt om werkdruk. Maar waar wij het vooral voor doen is om voor de kinderen, voor de leerlingen van nu, de volwassenen voor later, om die alle kansen te geven die ze nodig hebben om later op een goede manier in de maatschappij te kunnen functioneren. En jullie voeren actie, maar hoe ziet dat er dan uit? We voeren actie door de dag om te draaien. Hè. We hebben het geluk vandaag dat het de actie op een woensdag is uitgeroepen. En dat gaf ons de kans om de dag om te draaien. Dat betekent wat we anders op woensdagmiddag zouden doen, doen we nu op woensdagochtend. Wat we anders op woensdagochtend zouden doen, doen we nu op woensdagmiddag. En dat is lesgeven. En wat voor boodschap staat er dan uit? De boodschap is dat we het eens zijn met de actieoproep, met alle dingen die, alle redenen waarom de actie is opgeroepen door de bonden. Maar we willen niet dat we nog een keer het middel staking inzetten, zoals we het al een keer of drie hiervoor gedaan hebben. Dus een creatieve manier van ermee omgaan. Jullie zijn het eens met het feit dat er de reden waarom er gestaakt wordt, maar waarom hebben jullie dan zelf niet gekozen om te staken? Denkt u dat dit effectiever is? Wij denken dat dit in elk geval een andere manier is om ons ongenoegen kenbaar te maken. Een manier die effect gaat hebben of denkt u dat... Zal blijken. Ik weet niet of het effect zal hebben. Het effect is in elk geval dat het op een wat andere manier aandacht krijgt dan allerlei andere acties die in Nederland vandaag gevoerd worden. En wat voor reacties heeft u ontvangen op deze actie? Niet heel veel, maar de reacties die we ontvangen hebben zijn vooral begripvol. Geen enkele negatieve reactie.